Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Oh, dit is mooi. En hoor ik je denken, wat is mooi. Je zag het wellicht in de intro of aan de benaming of wat dan ook. Beer Geek Holland gaat aftrappen, mensen. Waarmee? Met december. December. Wat is december? Nou ja, december is op zich een maand voor iedereen. Ja, staat in het teken van gezelligheid. Liefde, kerst, Sinterklaas, je kent het allemaal wel. Aan de andere kant, corona 2020, nou hoef ik jou niet uit te leggen, het is anders dan normaal. Maar uiteraard staat december in het teken van ook adventkalenders. Ja, hoor ik je denken. Ja, die heb je in allerlei maten. Ja, klopt. Maar jij kijkt naar dit YouTube kanaal en dat betekent dus een bierkalender. En deze keer mede mogelijk gemaakt door Beer Wolf. De Beer Wolf adventkalender met 24 bieren. Toegestuurd naar de Dutch Beer Collective. Elke member, Beers with Douglas, Thomas Opent en Dutch Beer Geek. En ik uiteraard. We hebben alle vier deze adventkalender gehad. En toen dachten we, wat is nou mooier om elke dag een bier online te zetten op een van onze kanalen. Thomas heeft de boel verdeeld. En dan moet je denken, wat heeft hij verdeeld? Nou, wie wat gaat doen? Biergeek Holland mocht aftrappen. Thomas, waarvoor dank. Dat is gewoon een wilde gok was dat, denk ik. Dus nogmaals, ik mag aftrappen. 1 december, mensen. Ja, ik heb hem eruit gesloopt. Waarom? Daarom. Ik moet het toch bewijzen dat zo is. Nummertje 1, 1 december. En ik zou het leuk vinden als je meedeed, dat jij dan ook dit bier dus openmaakt. Maar dan weet je eigenlijk al wat erin zit. Moet je maar even kijken. We moeten even kijken hoe we dat doen. Maar het is wel leuk als we dit samen dan drinken. Dus dit is nummer 1. Normaal tel je af natuurlijk, hè, met de top 40. Maar dit is nummer 1 van december. Wil je nog niet kijken, dan moet je hem nu uitzetten. En dan moet je denken, wat? Ik wil het nog niet weten. Dan, ja, je hebt de titel ook al gezien, denk ik. Even kijken hoe we dat gaan doen. Moet even overleggen. Misschien is de titel dan anders. Maar goed. Nummer 1 is Brewdog met een Duopolis. Duopolis? Een Oat Cream Double Dry Hopped IPA van 4,7%. En het lijkt me sterk dat als jij je doosje openmaakt, dat je deze niet hebt. Dat lijkt me sterk. Ja, want nummer 1. Nou ja, goed. Ja. Wat staat eronder? Key to the City. Key to the City. Ja, sleutel naar de stad. Oké, wat staat erop? Even kijken hoor. Een beetje. Nou, daar gaan we al. Two cities in one. Double up with this double dry hopped IPA. A fully loaded hoppy. Present with kiwi, lychee and berry notes. All sitting on a firm malt foundation. Milk sugar rounds and sweets out of the full tilt. Juicy flavor. And oats ensure and a fault smooth delivery. Sorry voor mijn Engels, excuus. Ziet er goed uit. Drink cold, drink fresh. Glas. Ik wist natuurlijk niet wat eruit kwam. Dus het legendarische Biergeek Holland glas is er maar één van. One of one. Ja, die heb ik. Gek, hè? Heel gek. Ga hem inschenken. Brewdog. Tijd geleden trouwens dat ik iets van Brewdog gedronken heb. En wel lekker om mee te beginnen. Gewoon 4,7%. Double dry hopped. Mag ik wel. Vind ik wel lekker. Ja, wat ik zei. Tijd geleden. Ja, het is. Heb ik überhaupt wel eens wat van. Jawel, toch? Ik heb wel eens wat van Brewdog. Jeetje, ik heb inmiddels al zoveel reviews gemaakt. Ik weet het niet. Oké, allereerste kleur. Een beetje lime. Lime qua kleur. Haze voor deze. Witte schuimkraag, kleine belletjes, maar echt ook wit, weet je wel, zo'n witte schuimkraag. Ziet er goed uit. Ga snel naar de neus, doe je mee? Ja, ruikt goed. Wauw.
Ja, inderdaad. Bitterheid. Fris. Fruittonen. Denk echt een beetje ananas. Hele volle geur. Ruikt goed. Ruikt goed. Zullen we al beginnen gewoon met de knaller? Hè? Ik bedoel, dat we nummer 1 al gewoon... Ik ben benieuwd wat de rest dan is. Ik ben heel erg benieuwd. Hij ruikt heel erg goed. Hoppig, fruitig. Een beetje die bitterheid komt ook wel goed in de geur terug. Hij ruikt gewoon als een goede double dry hop IPA. Ga hem gewoon proeven. Cheers. Lekker. In alcohol redelijk laag. Hè? 4,7. Nou ja, laag. Toch tegen de 5%. Maar je snapt wat ik bedoel. Meestal die double dry op de IPA is 6,5, 7%. Niet verkeerd. Het smaakt heel clean. Heel... ja, vooral dat clean. Weet je wel, het is... Ze weten wel echt wel wat ze doen bij BrewDog. BrewDog is natuurlijk gigantisch groot. Het is een van de allergrootste craftbierbrouwerijen ter wereld. Ik weet nog niet of ze zijn overgenomen of wat dan ook. Maakt helemaal niet uit. Maar die gasten hebben het heel slim aangepakt. Ja, want al hun bieren, ja, die liggen volgens mij gewoon bij de Appie. En, nou ja, al die andere supermarkten. 1 december gaat het dus al goed beginnen. Mooi bier, licht in alcohol. Ik denk dat dat wel echt, ja, dat is toch wel mooi. Gewoon de alcoholpercentage vertegenwoordig. Althans, de bieren met alcoholpercentage vertegenwoordig zijn vrij hoog. Ja, daar geniet ik natuurlijk ook enorm van. Maar het kan ook met wat meer mate. Vind ik heel belangrijk. Dit soort bieren drinken gewoon lekker weg. En daar kan je ook wel echt rustig aan mee doen. Verleidelijk. Lekker. Heerlijk. Cijfer voor de bier. Want dat gaat natuurlijk gewoon door, hè. Dat snap jij ook wel. Cijfer voor de bier van BrewDog. Ik krijg van mij 7,5. Ik vind hem erg fijn. Erg strak. Clean. Je merkt wel dat het geen standaard IPA is. Hè. Die zijn een stuk bitterder. Deze is een stuk minder bitter. Veel meer tropisch fruit. Vol van smaak. Niet extreem zoet. Ondanks dat er volgens mij melksuiker aan toegevoegd is. Lekker. Heerlijke double dry hopped IPA. Op deze 1 december. Oh, mensen, dit belooft nog veel goed. Hou de rest van de gasten in de gaten, alsjeblieft. Morgen weer een. Overmorgen, dag erna, blijf maar doorgaan. 24 dagen lang, Dutch Beer Collective. Alsjeblieft, volg ons. Dus 24 bieren, elke dag een bier. Kijk op onze kanalen van de Dutch Beer Collective. Beers with Douglas, Thomas Opent, Dutch Beer Geek en Beer Geek Holland. Zeker de moeite waard. En drink met ons mee. Hola die. Ja toch? Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Wel bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren mensen. Cheers.